coffee by the riverbank, and we'll go fishing by the water tank. Hey, sugar, where you wanna be in the morning? Take me home. Take me home. Every little thing you told me, every little thing rings so true. Every time you said you loved me, every time I need to cling to you. Please don't tell me I'm dreaming. Please don't tell me it all ain't true. Take me with you to heaven. Heaven is where. Rebecca, wij kennen jou allemaal van dansschool Steps, maar je hebt nog een hele andere kant. Vertel daar eens iets over. Ik heb meerdere kanten, zo te zien. Dit keer is het voor mijn cd, ja, voor de muziekkant van Rebecca. Jij bent zangeres en jij geeft nu je eerste hier in Nederland gemaakte cd uit. Ja, dat klopt. Vanavond gaan we dat doen en ik vind het wel heel spannend hoor. De cd is gevuld met nummers die jullie zelf geschreven hebben, hè? Jij met Peter. Ja, dat klopt. Peter, ik heb twee Peters. Ik heb mijn man Peter, maar die kan niet schrijven. Die doet andere dingen. Peter en ik, wij schrijven liedjes. Hebben al goed 5 jaar zijn we mee bezig met z'n tweeën. Dus dit is wel een compilatie van onze favorieten over de laatste jaren. En die zijn vooral liedjes, je eigen nummers. Peter is natuurlijk de muziekkant en ik schrijf de tekst. En samen komen we op de melodie. En ja, ik ben heel trots op. Waar hebben jullie de muziek opgenomen, de cd? Peter heeft boven in de zolder heeft een heel gave studio daar. Daar hebben we in principe daar het meeste van het werk gedaan. Rebecca, jij komt uit Australië en je woont al 15 jaar in Nederland, dankzij Peter, denk ik zo. Ja. Ja. En nu zijn je ouders op bezoek. Ja, dat klopt. Dat is heel bijzonder, want dat is, sinds ik hier woon, het is de eerste keer dat mijn ouders hier zijn voor het kerst. Dus we zijn, normaal gaan wij altijd die kant op, maar die zijn hier en het was perfecte timing om dat te combineren. Daar zijn mijn ouders ook bij, want mijn vader is ook muzikant, hij heeft er heel veel daarmee te maken. En mijn moeder is vooral fan, hè? Dat is number one fan, samen met mijn man en de kinderen. Iedereen komt vanavond, ook mijn schoonfamilie en zo. Dat is wel gezellig. Peter, jij werkt al 5 jaar samen met Rebecca. Dat klopt, ja. Ja. En jullie zijn een internationaal gezelschap, hè? Rebecca is een Australische en jij komt uit Duitsland. Ja, precies, dat klopt. En het is eigenlijk ook wel heel grappig, want we zijn allebei hier voor de liefde, of door de liefde gekomen. Want Rebecca heeft natuurlijk haar man, die Nederlands is, leren kennen in Australië. En ze zijn hier naartoe verhuisd. En ik ben naar Nederland gekomen om hier te studeren. En ik heb hier mijn vrouw leren kennen, die ook Nederlands is. En daarom woon ik hier inmiddels al 18 of 19 jaar, ik weet het niet precies, zoiets ongeveer. En jij geeft les, muzieklessen? Ja, dat klopt. Ja, ik heb conservatorium gedaan en ik heb jazzgitaar gestudeerd en ik geef gitaarles op een muziekschool. En daarnaast doe ik heel veel optredens. En ja, ik vind het heel erg leuk om eigen muziek te schrijven, liedjes te schrijven. En ja, ik heb met Rebecca een goede partner daarvoor gevonden, want het is fijn om, vind ik persoonlijk, om met mensen samen te werken. Dat is, het geeft altijd iets extra's. Take me, baby, where the grass grows greener. Take me, honey, where the wind blows soft. Hey, sugar, where you wanna be in the morning? While the window open, breathing hard, the salty air in the fastest car. Hey, sugar, where you wanna be in the morning?
fire.